Vanuit kennisinstituten in het Rijk van Nijmegen zijn in het verleden diverse start-ups ontstaan. Merkagem en Synton zijn daar belangrijke voorbeelden van. In Nijmeegse Kennis gaan we op zoek welke nieuwe pareltjes zich hier in de regio aan het ontwikkelen zijn. Vandaag zijn we wederom op de campus van de universiteit. En we gaan op bezoek bij het Felix Lab. En op het Felix Lab, daar werkt Jos. En Jos die weet alles van deeltjesversnellers, van infrarood. Ik weet er helemaal niets van. Dus ik ben heel benieuwd. En dan nu op naar de infrarood massaspectrometer en natuurlijk de deeltjesversneller. Jos, ja. We zijn hier in het Felix Lab. Ja. En dat is volgens mij een heel beroemd lab. Waarom? Ja, het is ten eerste het is de grootste laser van Nederland. En het is een infrarood laser die bestrijkt eigenlijk het hele gebied, frequentiegebied in het infrarood. Dus we kunnen elke golflengte of frequentie in het infrarood kunnen we hier genereren. En dit is het enige lab in deze hoedanigheid? Zijn er nog een paar in de wereld, maar in Nederland is zeker het enige, ja. Zo, dus we zitten hier eigenlijk op een heel unieke plaats. Is uniek, ja. Is uniek. Want jij gaf aan in het vorige gesprek van, ja, dat je hier niet zomaar binnen kunt komen. Dat dit een... Nou, het is een faciliteit. Dus het betekent dat het is niet alleen bedoeld voor de onderzoekers van de Radboud Universiteit, voor mij en mijn groep. Maar het is echt een internationale faciliteit. En er komen onderzoekers uit heel Nederland, maar ook uit de hele wereld, uit Amerika, eigenlijk overal vandaan. Ja. En wat onderzoek je dan? Ja, het is dus, de laser kan gebruikt worden voor heel veel verschillende soorten onderzoek. Van vaste stof, materiaalonderzoek, halfgeleiderfysica. En wij doen veel molecuulspectroscopie. Dus we onderzoeken de frequenties, de absorptiefrequenties van moleculen. En die vertellen iets over moleculaire structuur. Ja. Daar gaat het om. En wat weet je dan? Dat als je iets weet over die moleculaire structuur, wat weet je dan? Uiteindelijk is de moleculaire structuur bepaalt alle eigenschappen van een molecuul. Bepaalt de volledige identiteit van een molecuul, van een stof. En wat kun je daar dan mee? Want dan weet je dat. En wat kun je daar dan mee? Wat we hier ontwikkeld hebben is eigenlijk een combinatie van massaspectrometrie en infraroodspectroscopie. Ja. En massaspectrometrie wordt gebruikt om, laten we zeggen, complexe mengsels te analyseren. Denk bijvoorbeeld aan bloed- of urinesamples in het ziekenhuis. Worden geanalyseerd met massaspectrometrie. En dat betekent eigenlijk dat je het molecuul weegt. Dat je bepaalt wat het molecuulgewicht is van zo'n molecuul. Het gewicht van dit molecuul is natuurlijk precies de som van het gewicht van alle atomen waar het is uit opgebouwd. Ja. Ja, dat vertelt je wel iets over het molecuul, maar wat je niet vertelt is namelijk hoe zitten de atomen aan elkaar gekoppeld. Ja, ja. Ja? Dus die spectrometer, die meet als het ware het gewicht van deze molecuul. Die meet het gewicht, maar dat is nog niet een molecuulstructuur. En een molecuulstructuur is uiteindelijk wat alle eigenschappen van een molecuul bepaalt. Ja, ja. En dan heb je dus het gewicht, de structuur. Ja. En wat weet ik dan nog? Ja, nu kunnen we dit dus gebruiken om moleculen in zo'n complex mengsel, denk bijvoorbeeld aan een urinemonster wat je bij de dokter achterlaat. Daar zitten honderden, misschien wel duizenden verschillende stofjes in. En nu is de dokter geïnteresseerd, wat is precies de identiteit van dat ene stofje met dat ene bepaalde molecuulgewicht? Ja, de molecuulgewicht vertelt het molecuulgewicht, uit welke atomen het molecuul bestaat, maar niet hoe ze aan elkaar zitten, wat de structuur is. Ja, ja. En dat voegen wij nou juist toe. Als je nou kijkt, je zegt je kunt dat bij bloed kun je het een en ander terugvinden, in urine, waar vind je nog meer toepassingen van deze methode? Ja, nou eigenlijk is het dus een toevoeging, een uitbreiding van masspectrometrie. En masspectrometrie, zoals ik zei, wordt gebruikt om deze complexe mengsels te analyseren. Ja. Maar dat gaat verder dan alleen biomedische wetenschap alleen. Je kunt ook denken aan verontreinigingen in oppervlaktewater. Is ook een complex mengsel. Okay. Of je kunt denken aan groente en fruit en al de smaakcomponenten die daarin zitten. Zijn ook allerlei moleculaire componenten die uiteindelijk de smaak bepalen. Maar het is ook een heel complex mengsel. Ja, ja. En hoe bepaal je nou de structuur van één zo'n stofje in zo'n hele complexe omgeving? Dus je kunt feitelijk in oppervlaktewater, kun je dus ook vervuilingen of wat er ook ja, daar zit. Wordt natuurlijk heel veel masspectrometrie voor gebruikt al. En als je eenmaal weet welke massapieken bij welke structuren horen, kun je dat in een database plaatsen. En zo wordt er nu gewoon geanalyseerd. En bekende verontreinigingen worden op die manier gedetecteerd. Maar wat als je nou je stofje niet voorkomt in je database? Iets wat niet voorkomt in je database kun je ook nooit identificeren. Ja, ja. En dit is dus echt
een techniek die bedoeld is om onbekende stofjes in de eerste plaats te identificeren. Oké, okay. Kun je je nou voorstellen, want kijk waar we hier zitten, ja, ja. Allerlei apparatuur heb je nodig om tot dit resultaat te kunnen komen. Hè? En straks gaan we ook naar dat laserlab, zeg maar. Kun je je nou voorstellen dat, het op, dat dit soort onderzoek op een gegeven moment ook geminiaturiseerd wordt, verkleind wordt, dat je op veel kleinere schaal dit al kunt gaan meten? Ja, nou, zeg maar, het identificeren van stofjes, dat is echt die eerste stap. Ja. Dat is, vergt ook dit soort geavanceerde apparatuur. Ja. Ik zeg, dit is wel enigszins te miniaturiseren, maar of je dit ooit zelf op je iPhone kunt, dat is de vraag. Dat betwijfel ik. Maar als je eenmaal een stofje geïdentificeerd hebt en je weet waar je naar zoekt, is het ook veel makkelijker zoeken. En op die manier kun je stofjes identificeren, in databases plaatsen en zijn ze ook op een makkelijkere manier uiteindelijk te detecteren. Is dit nou iets waar je ook samenwerkt, want ik kan me voorstellen, in de voedingsindustrie, in de medische wereld, oppervlaktewater, noem maar op, dat je samenwerkt met bedrijven om dit verder te ontwikkelen? Ja, of? Ja, we werken aan de ene kant samen met manufacturers van dit soort massaspectrometrische apparatuur aan de ene kant. Maar aan de andere kant ook bijvoorbeeld met farmaceutische industrie die geïnteresseerd zijn hoe nieuwe medicijnen gemetaboliseerd worden in het lichaam of in cellen en wat voor stofjes ze dus gevormd worden zodra je bepaalde medicijnen inneemt. Het is belangrijk om zo'n nieuw medicijn gecertificeerd te krijgen. Ja. En dan gaat het weer om het bepalen van molecuulstructuren in het lichaam, zo'n medicijn dat in het lichaam is omgezet, welke structuren vormen daar. Dus vooral met farmacie werken jullie daar in heel nauw samen, omdat met name die uitwerking. Ja, dus ook in geneesmiddelenonderzoek. Ja. Om te bepalen hoe geneesmiddelen omgezet worden in het lichaam. Ja. Nou las ik gisteren in de Volkskrant iets over citizen science. Ja. Ken je dat begrip? Ja, dat ken ik. Ja. Ja. En kun je je voorstellen dat die citizen science, hè, en dat betekent eigenlijk, hè, dat de burger zelf onderzoek doet en die onderzoeksgegevens deelt met de wetenschap. Ja. Dat kan op dit gebied natuurlijk ook, dat je op een gegeven moment, als jullie die stofjes zeg maar geïdentificeerd hebben en burgers weten wat voor stofje erin gaat, dat ik zelf in het zwemwater ga checken of daar een bepaald stofje in zit waarvan ik liever niet heb dat het erin zit. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou, ik zeg wel één ding bij deze citizen science. Het is wel belangrijk, en dat noemen we evidence-based sensing, dat wat je meet of wat je denkt te meten met je mobiele telefoon, dat het ook wel echt ergens op gebaseerd is. En dat het niet zomaar is dat je telefoon dan even snel wat statistische informatie van Wikipedia afhaalt, want dat is geen meten. Hè? Dus het is wel belangrijk dat we dat onderscheid blijven maken. En ik ben helemaal voor het ontwikkelen van nieuwe apps op de telefoon als ze echt op daadwerkelijke metingen, op werkelijke waarden gebaseerd zijn. Ja. We zijn theoretisch groot bezig, hè? Ja. Maar kun je voor mij begrip een concreet voorbeeld geven? Waar dit nou, een onderzoek waar we nu eigenlijk op het moment aan bezig zijn, is weer een sample wat we van het ziekenhuis hebben gekregen. Ja. Van kinderen met een bepaalde stofwisselingsziekte, aangeboren stofwisselingsziekte, die onder andere zorgt voor epileptische aanvallen. Ja. En dit is het molecuulgewicht en dit is de molecuulstructuur die daarbij werd gehypothetiseerd. Dus men dacht dat dit de structuur was, maar die komt niet overeen met infraroodspectrum dat wij meten. En wat we nu zien is dat deze zijgroep hier, die zit niet hier aan het stikstofatoom gekoppeld, maar die zit hier aan het koolstofatoom. Ja. En dat betekent dus dat het gewoon een heel ander molecuul is met heel andere eigenschappen en ook op een andere manier gedetecteerd zal moeten worden. En dus een andere behandeling uiteindelijk misschien wel. Uiteindelijk, dat gaat dus terug naar het ziekenhuis, deze informatie. Okay. Ja, zal ik je hier even de massaspectrometer laten zien, Guido? Dit is de massaspectrometer. Ja, hier doen we de experimenten. Dus eigenlijk wat hieronder staat is de massaspectrometer. Dit is eigenlijk gewoon commercieel, kun je zo kopen. Ja. En dit is eigenlijk wat we erop hebben gebouwd. En hier dat rode gedeelte, dat hebben we erop gebouwd. Dit is eigenlijk waar we het licht in de massaspectrometer brengen, dus het infrarode licht. En het infrarode licht komt uiteindelijk van de laser. Door deze buis wordt het hierin getransporteerd en dan gaat het de massaspectrometer in. Het licht komt door die buis? Ja, er zitten allemaal spiegels in die buis, die transporteren het licht. En die buis is er alleen om te zorgen dat het licht niet geabsorbeerd wordt, met name door CO2 en de waterdamp in de lucht. Oké, okay. Hey, en die bocht? Daar zit een spiegel precies op de hoek. Ja. En dus en die staat precies goed, zodat die precies op die spiegel komt en van die spiegel op die.
en uiteindelijk door het gaatje in de massaspectrometer naar binnen gaan. Okay. En dan nu de laser? Nu gaan we naar de laser. Hartstikke mooi. Oké, kom maar. Ja. Ja. Wat is dit? Ja, dit is dus de grootste laser van Nederland, zoals ik al zei. Hè? En eigenlijk het grootste deel wat je hier ziet is een deeltjesversneller, een elektronenversneller. Een deeltjesversneller zoals we ook in CERN hebben? Uiteraard, ja, precies. Alleen we versnellen tot iets lagere energieën hier. Maar misschien gebruiken we de elektronen wat nuttiger. We maken er even rood licht mee. Oké, dus in plaats van tegen elkaar al botsen wat ze daar aan doen, maken jullie er hier gebruiken we het om infrarood licht te maken. Dus het meeste wat je hier ziet is de elektronenversneller. Die wordt gebruikt en de versnelde elektronen worden uiteindelijk geïnjecteerd hier in zo'n structuur hier, die allemaal kleine magneetjes zie je hier. En het magneetveld gaat er steeds om en om. Ja. En zo'n versnelde elektronenbundel maakt daarin een golfbeweging. En door die golfbeweging gaan de elektronen licht uitzenden. Oké. En waar blijft dat dan? Dat licht dat wordt opgevangen eigenlijk op twee spiegels aan twee kanten van deze laser hier. Dus eentje zit hierin en eentje zit in die witte ketel daar. En uiteindelijk de spiegel in de witte ketel heeft een klein gaatje in het midden. En daardoor koppelen we een paar procent van het licht uit. Gaat in die buis die je ook boven in het lab hebt gezien. Dus het licht wordt dan getransporteerd naar het lab hierboven. Ja. En dan zie je dus een structuur. Ja, en dat licht schieten wij weer in de massaspectrometer en daarmee bepalen we weer de structuur van onze moleculen. Ja. Infrarood massaspectrometer. Het is een woord dat ik zelfs bij Scrabble niet zou gebruiken. Maar indrukwekkend is dit Felix Lab van de Radboud Universiteit zeker. Met deze infrarood massaspectrometer kunnen stofjes in bloed, speeksel en urine nog beter geïdentificeerd worden. En deze stofjes kunnen dan weer biomarkers zijn voor bekende of nog onbekende aandoeningen. En dat allemaal met behulp van een deeltjesversneller. Het is bijzonder.